welkom terug en leuk dat je weer kijkt. Review 217. Zoals je weet ben ik, moet ik het even goed zeggen hoor. Het is een beetje lastig. Als deze review online komt, dan is het inmiddels alweer iets langer geleden. Maar ik ben naar Walhalla geweest voor Swansea Day 2018. En daar heb ik eigenlijk wel een klein beetje, de zure bieren geprobeerd te drinken. En wat mij opviel is dat ik het steeds meer ben gaan waarderen. Ik had laatst die Van de Molen. Dat groene biertje, zeg maar. Drie keer omdraaien. En dan inschenken. En dan wordt die groen, zeg maar. Deze keer hoef ik hem niet drie keer om te draaien. Weet ik van wat. Deze zit in een groene fles. En heeft ook een groen label. En wat ik eigenlijk wil zeggen. Laten we gewoon voor de eerste keer. Nou, volgens mij niet eens voor de eerste keer. Want ik heb volgens mij ook ooit was een Cantillon gereviewd. Maar sinds erg lang geleden. Weer eens een zuur bier. Check. Ik heb deze denk ik, volgens mij al een jaar of zo in mijn kast staan. En ik ben heel erg benieuwd. Het is een oude geuze boon. Malse lambiek staat erop. 100% lambiek. Hergist in de fles. Dus dat is mooi. Ik heb hem al een jaartje staan. Donker en redelijk koel. 7% aan alcohol. Dat is wel mooi. Hier staat ook tenminste houdbaar tot. Volgens mij staat er 2036. Dat weet ik niet zeker, maar ja, zoiets. In ieder geval erg lang houdbaar. En ik had nu zoiets van, weet je, we hebben laatst toch aardig wat zure bieren geprobeerd. En ik moet zeggen dat ik dat echt zeker ben gaan waarderen. En ja, ik denk zelf dat dit ik hoop dat deze lekker smaakt. We gaan het zien. Uiteraard, Cantillon glaasje erbij. Die hebben we bij Swansea Day gekregen. Die zat bij de ticket in. Superfijn glas, volgens mij 0,15 milliliter. Dus laten we hem gewoon openmaken. De geuzeboon. En ik, volgens mij had Thomas van Thomas Opent, had deze ook al een keer gereviewd. Ik weet nou niet welk jaartal hij had, maar dit is in ieder geval de 2014-2015. Thomas, als je dit ziet, laat even weten wat ook alweer voor jou, sowieso wat jij ervan vond. En welke versie je had. Ik ga hem openmaken en kijken wat hij doet. Zo. Er zat heel veel druk achter. Ik had hem al kunnen laten schieten, maar dan had ik de boel opnieuw moeten witten. Mogelijk. Ben benieuwd. Misschien binnenkort dus meer zure bieren. Waarvan is dit? Dit is dan de eerste. Zeg maar. De tweede. Cantillon heb ik ook al een keer gehad. Here we go. Dit is dan ook echt een echte lambiek. Wow. Schuine schuimkraag. Check. Hij loopt helemaal schuin. Dat is echt bizar. Iemand enig idee hoe dat kan? Tafeltje is recht overigens. Het is gewoon super recht. Allereerste kleur. Ja, hij is echt super helder. Mooie witte schuimkraag. Ja, het ziet er eigenlijk erg netjes uit. 7% vind ik eigenlijk nog best wel wat. Ik had laatst die Cantillons op. En die waren volgens mij iets van 5,5, 6% zoiets. Dus deze is iets hoger in alcohol. Ik ga hem ruiken. Here we go. Mwah. Ruikt niet verkeerd. Joh, Remische smaakpupillen zijn aan het veranderen. Ik wil niet zeggen natuurlijk dat ik stout bieren en dat soort dingen niet meer lekker vindt. Dat ga ik niet vanuit. Dat zit in je bloed. Dat kan niet anders. Overigens heeft deze World Beer Cup gouden medaille 2012 gewonnen. Hij ruikt lekker. Inderdaad, zuurig.
Maar ook zeker fruitig en heel vol van geur. Ja, ruikt niet verkeerd. Laten we gewoon gaan drinken. Ja, toch? Proost. Niet verkeerd. Hij is gelukkig niet extreem zuur. Ik heb wel eens een keer van Drie Fonteinen. Een keer met mijn mede-buddy Joost. Je kent hem wel. Die had een keer een Drie Fonteinen. En dat was volgens mij de Geuze ook meegenomen. En die had het lekker koud gezet. En nou ja, goed, dat was een beetje voor mij van... Yes, laten we het een keer proberen. Toen dacht ik echt van... What? Oh, het zat helemaal op mijn hele kaken. Helemaal... Oh. Deze heeft dat niet. Hij is inderdaad, staat er ook bij, Malse Lambiek. Hij is vrij zacht in smaak. Er staat ook nog een stukje achterop. Had ik even eerder kunnen lezen. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd. Door de spontane gisting en een rijping van 2 jaar op eikenvaten... bekomt het bier die zich speciaal maakt... die het reeds meer dan 200 jaar kenmerkt. Gebrouwen te Lembeek, het dorp... dat aan Lambiek zijn naam gaf. Lekker bij vis en zeevruchten. Ik hou alleen niet zo van vis. Maar dat hoeft ook niet. Recht op bewaren. Koel, maar niet koud schenken. Nou, heb ik dus gedaan. Komt eigenlijk niet uit de koelkast. Ik heb hem wel op een koele ruimte. Voelt gewoon lekker koel aan. Maar uiteraard geen koelkasttemperatuur. En inderdaad, wat mij opvalt. En dat zie je hieronder ook staan. Zie je die fles, die liggende fles, dat je hem dus niet zo mag bewaren. Ik moet je bekennen dat dat wel heel bijzonder is. Ik vraag me af hoe dat zit, want ik weet dat als je een kurk hebt, dat het beter is als je de fles laat liggen. En als je een kroonkurk hebt, ja, dan schiet uiteindelijk die dop ervan af. Dus ik vind het wel heel bijzonder waarom deze dan niet mag liggen en dat hij rechtop moet rijpen. Weet jij dat? Jij als misschien ervaren geuze drinker, lambiek drinker. Misschien weet jij waarom dat is. Maar ik vind het wel bijzonder. Nogmaals, ik dacht altijd kroonkurk rechtop. Kurk schuin. Ja, of ook rechtop. Dat is op zich ook niet erg natuurlijk. Maar dat als je hem schuin legt, komt iets meer zuurstof bij. En af en toe verdraaien. Ik bedoel, ik vraag me af. Misschien weet jij het. Maar ik moet zeggen... Erg fijn biertje. Ik weet ook niet of dit nou een hele speciaal is. Ik heb deze wel gekocht. Ik kan me nog heel goed herinneren bij... in Ermelo. Bij Burg Bieren. Ja, en ik moet zeggen dat... wat ik zei een jaar geleden. En dit is dan 2014, 2015. Dus het kan best zijn dat deze heel speciaal is. Al voor de geuze drinkers en dat soort types. Waarvan ik, langzaam... Ja, ik vind langzaam toch wel lekker. Als ik een cijfer moet geven voor dit bier. Ja, ik geef hem toch al een 7,5. Ja, wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Biergeek Holland, zure bieren, 7,5. Ik vind hem echt lekker. Ik moet je eerlijk bekennen, zijn we als... Zure bieren geweest waarvan ik dacht, boah, gootsteen. Nogmaals, bier was gewoon goed, maar ik hield daar gewoon niet van. En deze ga ik gewoon heerlijk opdrinken. Mensen, echt. Ik weet niet waar het aan ligt, maar ja, schijnbaar smaken veranderen. In de categorie waar heb je hem gekocht, wat ik al zei, Burgbieren en Ermelo... Voor een prijs van, ja, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij rond de 4 euro. Dat is een tijd geleden, 4,5, zoiets. Misschien weet jij het nog, Thomas. Ik weet niet wat jij ervoor betaald hebt toen. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken, want ik vind het echt lekker biertje. Uiteraard bedankt voor het kijken. En dit is de eerste zure bier die ik ga proberen. En uiteraard zullen er wel wat meer volgen. Laat me even weten wat jij vindt van zure bieren. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende keer. Cheers.